Dit is uitgeverij De Bezige Bij. Een van de toonaangevende literaire uitgeverijen van Nederland. Zowel op het gebied van Nederlandse als vertaalde literatuur, fictie en non-fictie. Het bekende verzetsgedicht De 18 Doden van Jan Kampert hangt bij de ingang van het pand op de Van Mierenveldstraat in Amsterdam ter herinnering aan de beginjaren van De Bezige Bij. In 1944 ontstond deze uitgeverij in de illegaliteit rond een groepje Utrechtse studenten die onder aanvoering van Geert Lubberhuizen met verschillende uitgaven hun activiteit in het verzet financierde. In de jaren die volgden werd uitgeverij De Bezige Bij een naam in de wereldliteratuur die bekend staat om haar kwaliteit en grote diversiteit. Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans, Hugo Claus, Remco Kampert, Jan Wolkers, Martin Toonder, Gerard Reven, Gerrit Komrij, Jan Siebelink, Leon de Winter, Jessica Deurlacher, Kees van Beinem, Peter Buwalba, Tommy Wieringa, Ramzi Nasser, John Irving, Philip Roth, Galet Hosseini en nog veel meer. Het is een imposante lijst waaraan nog ieder jaar vele nieuwe talenten worden toegevoegd. Ook verschijnt deze maand de nieuwe vitale roman van de 84-jarige Remco Kampert, Hotel du Nord. Op de derde nacht van zijn verblijf in het hotel aan de Noord-Franse kust droomde Walter Manning van Afrika. Nog in werkelijkheid, nog in eerdere dromen, was hij ooit in dat werelddeel geweest. Toch, eenmaal ontwaakt, wist hij zeker dat hij zich een kort deel van de nacht in Afrika had bevonden. Dat woord hoorde onlosmakelijk bij het landschap waarin de droom zich had afgespeeld. Een tijdje staarde hij in donker voor zich uit. Hij spoelde de droom terug naar het begin en probeerde hem opnieuw te beleven. Nu al begonnen beelden te wijken, maakten zich onzichtbaar in het duister van zijn geheugen. Hij had geen bijzondere gevoelens bij die droom gehad, geen angst, geen vreugde, geen spanning. Hij was een neutrale waarnemer geweest.